Brudu ken je natuurlijk van echt groot speelgoed. Dit is in de maat 1 op 16. Ja, met een speelgoedbedrijf weet je, zijn er nieuwe modellen uit? Ja, dan maak je natuurlijk een video ervan, want het is gewoon mooi speelgoed. Ik heb hier dus een combinatie met semi-dieplader, noem ik het eventjes. Met een grote vrachtwagentrekker ervoor. En daarop een Manitou verrijker. Wat ik al zeg, we gaan hem helemaal langs. Pak ik eerst eens hier de dieplader. De opriplader die kun je neerlaten. En dan zie je aan de zijkant hier zitten een paar van die ijzeren stangers in de normaliter. Nou, die zitten vast, netjes vastgemaakt. Maar het is eigenlijk bedoeld dat je zo die opriplader hier vastzet. Dat je hem zo klemt, dat hij voor transport natuurlijk niet achterover klapt. Want dat zou een beetje lastig zijn als je met je fiets erachter staat. Dat wil je niet. Hier kun je zo naar achteren toe doen. Dat betekent op zo'n manier kun je dus... Ga ik hier zo meer uitleg over geven, dat komt nog. Ga ik hem de goede kant op, even kijken. Ja. Die kun je dus wel afrijden. Komen we daar zo eventjes op terug. Want die plader valt nog meer op. Hier staan van die zogenaamde wiggen, noem ik hem er eventjes. Die kun je stellen. Afhankelijk waar de wielen staan van het voertuig wat je meeneemt, ga je hem op een gegeven moment klem zetten. Dus zo realistisch is het weer gemaakt. Deze even omhoog. En de dieplader kan er natuurlijk ook af. Dat is gewoon een kliksysteem wat je ziet. Die even aan de kant. Ja. Even wat vergeten. Doe ik dit zo goed? Ja. Pootjes eronder. Moet het natuurlijk wel helemaal echt maken. Hè? Zo werkt dat. Ja. Wat zit er nog meer bij? Dat is een blauw blokje. Wat goed is om te noemen voor transport in de doos, zit hier achterop. Dat op die manier alles aan elkaar vast zit bij het transport. Dus ga je de eerste keer mee spelen, haal dat blauwe blokje eraf. Ja, en dan kun je hem op een gegeven moment niet zo gaan draaien. Dat is niet zo handig. Dus die pak je eraf, eenmalig voor transport. Daar ben je klaar mee, weg ermee. De vrachtwagen zelf. Wat je kunt zien, heeft hij dus zo de mogelijkheid dat als je eens overheen rijdt, dat de andere wielen aan de grond blijven. Dat is gewoon echt levensecht gemaakt wat dat betreft. Dat is wel mooi. Grote reservewiel achterop. Grappig genoeg. Kan het reservewiel er nog af ook nog. En een te kantelen cabine. Dus op zo'n manier zie je dus eigenlijk dat hier levensecht gemaakt is met gewoon hele mooie details. Cabine weer dicht. En op zo'n manier heb je dus een grote MAN vrachtwagen. Weer in een lekkere grote brudemaat. Om mee te kunnen spelen. Die erachter, weer even achter toe wil ik zeggen, past bijna. Maar ik zei al, er zit een Manitou bij. Type verrijker. En ja, Brude maakt het echt om mee te spelen. Hè. Moet je kijken, hier achterop zit de bedieningshendel. Dat zag je me net al eventjes, die kunnen ze ronddraaien. Dus op zo'n manier de giek naar voren toe gaat. Dan zit hier een tweede knop. Kun je dus de giek mee uitschuiven. En hier bovenop zie je nog een knop zitten, waarmee je dus de bak kunt gaan kantelen. Dus zo heeft alles eigenlijk zo bedieningsmanieren. Dat je op die manier gewoon levensecht mee spelen kunt. Dat is gewoon best wel mooi gemaakt van Brude wat dat betreft. Bak zelf heeft een klemsysteem. Je kunt opklappen. Naast dat je dus zo grond kunt scheppen. Kun je dus ook vaste mest bijvoorbeeld pakken. Boomstammen pakken door die klem weer op zo'n manier dicht te klemmen. Grote set. Ja, groot genieten van Brude dus wat ik al zei. Want ja, het is gewoon enorm groot. Maar ook al gemaakt met de mooiste details. Wil je er meer van zien? Kan via onze website of gewoon in de showroom hem zelf eens komen proberen. Met Tim's Speelgoedboerderij. En voor meer informatie klik op de link hieronder in beeld.